Kevin hier. Ik wou vertellen wat ik heb gedaan afgelopen week. Ik heb er heel veel zin in, maar ik vind het ook wel spannend. Helemaal, Quinten hier. Ik studeer op de HVA in deeltijd. Doe ik de opleiding tot docent Engels. En ik ben al een jaar of 15 werkzaam in het basisonderwijs hier in Amsterdam. Ik ben eerstejaars bestuurskunde student aan de Hogeschool van Amsterdam. In mijn vrije tijd doe ik aan topsport en doe ik aan voetbal, dus oftewel Nederlands benaming zaalvoetbal. Bij Eredivisie Club FC Marleen uit Heerdegewaard. Helaas niet zelf kunnen spelen. Ik ging er weer een tijdje uit. Ik kwam net terug van een enkelbandblessure en nu dit weer. Ik ben student toegepaste psychologie. Ik zit in mijn vierde jaar, maar ik heb nu een pauze. Want ik ben ook vicevoorzitter van studentenvakbond ASFA. Ik woon in Alkmaar met twee vriendinnen en twee katten. Ik studeer software engineer bij HVA. Ik heb een kledingmerk, dus ik doe ook creatieve dingen. En ik ben ook werkzaam bij HVA onder Havanti. Dat is een platform waarbij wij graag studenten uit het Caribisch gebied ondersteunen. Ja, dat doe je wel. Laat ons volgen niet in het voelje. Zo. Dat zou ik. Oh, en ik treed ook nog op als stand-up comedian. Oh, en ik heb kinderen. Oh, die heb ik helaas genoemd. Ik heb ook kinderen. Ziet, we eten over 5 minuten ongeveer. Dan moet de klok op 5 minuten. Ja, heel goed. De keuze om deze opleiding te gaan doen, ik wilde het echt al heel lang. Oké, maar heel even jongens, wat ik dus morgen op stage ga doen. Normaal geef ik Engels, maar nu heb ik met twee andere stagiaires heb ik een les bedacht voor een groep die geschiedenis krijgt. Ik heb het lang gedaan, de basisschool, doe het nu nog steeds natuurlijk voor een deel. Maar het past niet helemaal bij mij. Er heeft altijd een beetje wrijving gezeten dat ik dacht, ik doe een beetje alsof ik een hele leuke juf ben, maar ik, in mijn hart ben ik dat niet. Ik ben eigenlijk een beetje klaar ermee. Oh, beginnen. Nice. Ik hoop over 10 jaar te werken bij een bedrijf wat impact maakt, maatschappelijk impact maakt. En dan een beetje een soort gelijke functie als wat ik nu doe bij ASFA. We zijn natuurlijk bij de training sollicitaties afnemen. Ik ga jullie een beetje meenemen door de procedure van sollicitaties afnemen. Waarbij je eigenlijk altijd dezelfde vragen stelt aan alle sollicitanten die je voor je hebt. Ik wil ergens in een bank gaan werken zoals ING of Rabobank. En daar kan ik mijn kennis van Java meer gaan verdiepen. Mijn plan is kapitaal te bouwen en verder met een kledingmerk van start. De combi tussen bestuurskundige carrière en sportcarrière zou ik heel mooi vinden. Ik ben op mijn 11e, 12e begonnen met voetballen bij een dorpsclub. En afgelopen jaar ben ik geselecteerd voor Oranje onder 19. Een paar mooie interlands mogen spelen in de voorronde van het EK in de groepsfase. Op sport zo'n stap te kunnen maken, ja, dat is natuurlijk een kleine jongensdroom. Lekker, nog eentje. Ja, mijn opleiding is echt heel flexibel. Zaalvoetbal heeft geen NOC-NSF-status, alleen als je het nationale team speelt. Nou, voor mij is dat dit jaar niet meer het geval, want alle activiteiten zijn afgelopen. Als je zelf echt erachteraan gaat, dus ik heb vanaf dag 1 contact gezocht met studieadviseur van ja, wat is er voor mij wel mogelijk. Ik ben eigenlijk een soort leerling die een beetje in een grijs gebied zit, zo noemen ze het zelf ook. Ik heb nu aankomend blok 2 herkansingen staan. En dan ben ik wel echt met hem een gerichte planning aan het maken om te kijken van ja, hoe ga ik mijn weken indelen. Ook omdat ik natuurlijk best wel veel train en daar tijd aan besteed aan mijn sport. Ja, de HVA zou best wel wat kunnen doen om dit soort studenten zoals mij wel iets van een tussenstatus te kunnen geven. In plaats van dat je nu eigenlijk niks hebt en het zelf allemaal maar moet regelen. We hadden een verplichte cursus professioneel spreken. En ik had een vrijstelling aangevraagd, omdat ik dacht, nou ja, ik geef al een tijd les. Ik doe stand-up, dus die twee dingen leken me genoeg om daar niet bij te hoeven zijn. En die werd afgekeurd. En natuurlijk, het op zich alles is leerzaam, maar ik heb heel weinig tijd. En ik moet daar vrij voor nemen op mijn werk. Dus toen ben ik er wel achteraan gegaan. En toen heb ik een poster van, heel gênant.
waar ik sta, dat ik optreed op een grote locatie, heb ik naar ze gestuurd. Ze van, is dit professioneel genoeg? En wat ik nooit zou hebben gedaan, maar ik dacht, nou ja, here goes nothing. En toen kreeg ik de studiepunt. Vandaag mijn training shirt aan. Hoort gewoon bij sport. Hallo. Hoe is dat? Hoe is dat? Solo ven los sandwiches. Ok, sí, no, porque yo estoy aquí hablando como un loro. Oh, yeah. Ciao, ciao. Toen ik hier kwam in Nederland, ging in Purmerend, dat is een klein dorpje dichtbij. Daar, ik heb niemand gezien of gehoord die Papiamento spreek of uit de eilanden kwamen. En ik voelde een beetje eenzaam, want iedereen, oh ja, dit en dit. En ik heb dat niet ervaard, want ik kwam van een andere cultuur. Dus ik was niet verdrietig, maar een beetje kan beter. Dus ik heb gehoord dat hier in Havia een platform heet Avanti. En zij doen wat ik wilde hebben toen ik hier kwam. Dat is gewoon de studenten ondersteunen uit het Caribisch gebied. Oké, dus we hebben nu opeens drie opties voor de workshop. Dat is meer dan ik had verwacht, maar het is all good. De studenten kunnen in die workshop hebben over Hemingway, winterdepressie en sociale connecties die mensen meestal missen. Van de eilanden. Dus ik zei, oké, ik ga ervoor. Ik ga mijn best doen om de anderen te kunnen helpen, waar ik kan. Dus van mijn vriend, ik copavo, pero via mijn e-mail of zo. Bro, you got it? My guy. Wat ga jij morgen eigenlijk doen? Schoonmaken. Yes. Maar echt, als ik thuis kom, dan gooi ik gewoon mijn spullen op de grond en dan ga ik slapen. Vorig jaar ben ik dus gestopt met afstuderen omdat ik toen een burn-out kreeg. Ik had ook een stage bij KLM en dat was gewoon echt niet de plek voor mij. Dus het kostte me gewoon heel erg veel energie, tot op een punt dat ik ook gewoon... ja, niet meer kon eigenlijk. Ik had vorig jaar een loopbaanbegeleider. Die heb ik toen benaderd. Dat waren gewoon een beetje emotionele gesprekken. Vooral omdat ik het heel erg zag als falen. Maar hij was heel erg begripvol en het was echt heel erg fijn, de begeleiding. En hij had gewoon deed het vinger aan het pols gehouden eigenlijk. Ik zit nu in mijn tweede jaar en volgend jaar dan versnel ik mijn derde en vierde jaar. En dan start ook mijn LIO-stage. Ik hoop heel erg dat de school waar ik mijn laatste stage loop ook een school is waar ik zo'n fijne klik mee heb, dat ik daar kan blijven werken. En persoonlijk, ik heb niet zoveel doelen. Mijn nichtje verongelukte toen ze 35 was. En ik merkte dat ik dacht, toen ik 35 werd, dat ik dacht... ze is niet ouder geworden dan dit. En je denkt dat je heel veel tijd hebt om al je leuke ideeën op de termijn te doen. En toen ben ik dat jaar heb ik echt ben ik veel gaan spelen, terwijl ik daarvoor weinig optrad met stand-up. En ik ben deze opleiding gaan doen. En het hele jaar voelde ik een soort van... ik doe het ook een beetje voor haar, om haar trots te maken. Dat kan niet, maar dat hielp. Ja, het komende jaar... ben ik vooral nog heel erg veel bezig met ASFA. Dat loopt echt tot eind augustus. En hopelijk start ik dan september meteen met afstuderen. Dus dat wordt wel even pittig. Maar ook wel heel erg leuk. Ik heb ook wel weer heel erg veel zin in eigenlijk. Om gewoon een normaal studentenleven te hebben. Een doel voor wat betreft school is voor mij wel echt mijn P halen dit jaar, denk ik. Eerst moet ik mijn wiskunde afronden. Dat zal ik deze semester doen, als het goed is. En vervolgens ga ik mijn minor volgen in AI, Artificial Intelligence. Ik vind heel erg veel dingen leuk en ik zet me heel graag in voor anderen.
Maar dat maakt wel dat ik heel snel over mijn grens heen kan gaan. Dus dat is een heel groot obstakel. Ook mijn angst van praten te overwinnen. Want ik heb het moeite als ik in één specifieke taal moet praten, omdat ik normaal met mengsel van verschillende talen praat. Ik kan best wel snel teleurgesteld zijn, denk ik, als ik een bepaald doel niet haal. Studieadviseur gaf ook aan van ja, het is helemaal niet erg om dat uit te stellen, want het is best wel een lastig doel, vindt hij zelf. Ook met de hoeveelheid dat ik sport. En ik moet ook een nieuwe stageplek gaan zoeken, omdat ik wou heel graag bij stageplek in Berlijn. Maar met verband van wiskunde kan ik dat niet meer realiseren. Ja, ik zelf ben mijn grootste obstakel. Ik had laatst een 7,7 voor iets. Mijn hele avond was ik heel chagrijnig. Ja. Het is 12:30 s'nachts. Nu is het weekend. Ik heb ook een tatoeage gezet in Griekenland. Vandaag heb ik aan het vak publiekrecht gewerkt. Wat opdrachtjes gemaakt en... Gisteren hadden we tot laat nog werk. En nu ga ik naar bed. Mijn jongste wordt om 6 uur wakker. En dan ga ik 's avonds studeren. Dus dat is weekend. Yay.